met de koeker geblancheerde gevulde courgette maken. Ik ga de koeker eigenlijk op twee verschillende manieren gebruiken. Ik ga hem dus eigenlijk gebruiken om de courgette te blancheren. Die hoeft eigenlijk maar 2 minuutjes in kokend water. Dan zijn ze eigenlijk al een soort van gaar. En ik ga erbij maken couscous. Vind ik echt een ideaal product om, om snel je maaltijd op tafel te zetten. Ik ga de pasta van courgette heel kort blancheren met kokend water uit de koeker. Wat dus heel snel klaar is. Dus ik heb letterlijk binnen 2 minuten een pasta. En dan ook nog een gezonde pasta. En ik kreeg via Facebook een tip dat als ik de blaadjes van de basilicum voor de pesto ook heel kort blancheer met kokend water uit de koeker, dat de blaadjes dan veel groener blijven en je pesto dus veel mooier is. Dus dat ga ik uitproberen. Sowieso een heel groot voordeel dat het heel snel werkt. Normaal moet je een hele waterkoker aanzetten en wachten tot je water kookt. Terwijl je vervolgens ook nog eens maar meestal een derde van het water uit de waterkoker daadwerkelijk gebruikt. Maar ja, je haalt gewoon eruit wat je nodig hebt en je doet hem weer dicht. Dus zuiniger en sneller. Ik vind het ook onwijs handig om je vieze vaat, je vieze keukenmachine of je pannen gewoon gelijk hop onder de hete kraan te gooien om het kokend water. En dan is dat wel schoon.